Oh ja, dat is die vrije trap. Kijk, hij gaat door, Lex. Ja, dat is ook mooi niet. Ja, ja, ja. Dat was die Russen. Lex is voor mij altijd een goede vriend geweest. Lex is gewoon een hele lieve en aardige man. Mooi, hè? Dit. Ongeveer dezelfde tragedie meegemaakt. En dat schept nog meer een band. Hoe is het voor jou nu om hier weer eens te zijn? Beetje vreemd. Beetje vreemd, ja. Als je een beslissing neemt, dan kan je beter een foute beslissing nemen of een beslissing. Maar dan maakt het mij niet uit. De beslissing heb je genomen. Lex Schoenmaker heeft 50 jaar lang mijn pad gekruist. Logisch. Ik houd van ADO en jij bent ADO. Dank je, Lex.